senhores e senhoritas. Te ves bien? Sim. Como está? Oui, oui, dat is Frans. No hablo español. Vandaag gaan we iets maken dat komt uit het noorden van Mexico. En dat is nachos. En wat zijn nachos nou? Nachos zijn eigenlijk gewoon die tortilla's. Kijk, ik heb ze hier volgens mij ook liggen. Maar we gaan ze vandaag zelf maken. Godverdomme. Nachos zijn eigenlijk tortilla wraps, tortilla dingetjes, in driehoekjes gesneden en dan gebakken in de oven of gefrituurd. Dus als je deze stukken snijdt en frituurt, krijg je tortilla chips. Gesmolten kaas, jalapeno's en eigenlijk zijn er onmogelijk veel variaties op wat je erop kan pleuren. Een soort kapsalon, Mexicaanse kapsalon, zeg ik dat goed? Ik heb geen idee. Wie de fuck heeft de nachos verzonnen? Ignacio El Nacho Anaya. Hij was hoofdober in een restaurant. Het restaurant was eigenlijk aan het dichtgaan. Er kwamen toch mensen binnen. De kok was weg. En hij dacht, fuck, wat de fuck moet ik maken? Hij zegt, wacht even. Ik ren naar de keuken toe. Ik maak wel wat voor jullie. Heeft tortillas. Snijdt hij in stukken. Gaat hij frituren. Haalt ze eruit. Pleurt de kaas overheen. Dat smelt hij in de oven. Dan doet hij de jalapeno pepers over. Loopt naar de tafel toe. Zegt, jongens, alsjeblieft. Speciaal voor jullie. Lekker gerechtje. Waarop de mensen vragen aan hem. Wat de fuck is dit? Nachos et speciales. Speciale nachos. Dus de naam nachos komt van Ignacio El Nacho Anaya. Lekker gewerkt, pik. Vandaag maken wij cheeseburger nachos. Eigenlijk alles wat op een cheeseburger zit, halen we eraf. Maken onze eigen tortilla chips. Daarop doen we alle ingrediënten van de cheeseburger. Zelfgemalen gehakt. Dan hebben we kaassausje. Doen we nog een beetje cheddar eroverheen. IJsbergsla, tomaat, uien, augurken, ketchup en mosterd. En wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer voor crap? Hot, of alles. We flikkeren allemaal op een cheeseburger nachos. We gaan beginnen met onze eigen gemaakte tortilla's. En dat is fucking makkelijk. 500 gram maismeel doe je in een bak. 1 theelepel zout. Je hebt hier ongeveer 400 ml water. Gooi je erbij. En dan ga je gewoon met je klauwen even mengen. Even lekker aandrukken. En zo makkelijk is het eigenlijk. Is het nou iets te droog? Doe gewoon een heel klein beetje water. Mengen, mengen, mengen. Totdat je zo'n soort structuur krijgt. Het is heel erg kneedbaar. Je moet het eigenlijk een beetje kunnen vormen. Dus zo. En dan pak je heel je deegbol in keukenfolie. Even 10 minuten laten rusten. Eventually. Hoe gaan we onze tortillas nou plat maken? Hier ergens kun je zien hoe ik dat vorige keer deed. Dat deed ik met dit ding. Dit is een ovenschaal, die is gewoon lekker plat. Leg je je bolletje deeg neer, druk je het erop en dan heb je een tortilla. Maar ik heb een cadeautje gekregen voor mijn verjaardag. En ik heb een echte tortilla pers. Maar je doet hem eigenlijk open en dan heb je hier een klepje. Die doe je open en dan hier kun je je bolletje deeg neerzetten. Dan doe je die erop. En dan doe je die aandrukken. En dan haal je hem af. En dan heb je één tortilla. Heb je dit nou niet? Gebruik dan gewoon iets plats waar je druk op kan zetten. Zodat je het gewoon plat kan drukken. Dan leg je een stukje vetvrij papier. Dat deeg heeft 10 minuten gerust. Pak je een stukje ter grootte van 2 pingpongballetjes. Pak je bij elkaar. Leg je bolletje erop. Zet hem een klein beetje plat. Pak je tortilla pers. En die druk je. En dan druk je erop. Kijk. Dit is één tortilla. Hier hebben we een heel bord vol met allemaal tortilla's. We gaan ze even gaar maken. We doen een paar druppeltjes olie doen in de pan. Pak je tortilla en die doe je in. En dan wachten tot ze een kleurtje hebben. En hier gaan we onze chipjes van maken. Je pakt de hele stapel. Zo. We doen de hele stapel één keer door het midden. Gewoon driehoekjes maken. Dit zijn driehoekjes. Ah, ik krijg de tyfus. Ik snij mijn nagel. Zo. Dit worden je tortilla chips. Dit gaan we een klein beetje uitdrogen. We hebben hier een rekje met een bakplaatje erop. Dan pak je al je tortilla's en die leg je gewoon even zo een beetje los daarop. Dat doe je in een voorverwarmde oven, 190 graden, voor een minuutje of 5, 6. Als je nou geen zin hebt om je eigen tortillas te maken, dan kan je ook gewoon de voorverpakte tortillas gebruiken. Moet je eigenlijk hetzelfde doen. Je moet ze ook in stukken snijden. Even 5 minuutjes in de oven op 190 graden, dat ze een klein beetje uitdrogen, want dan frituren ze veel beter. En het beste is om ze gewoon nog even een nachtje buiten te laten. Later. En als je ze dan uit de oven gehaald hebt, kijk, zijn ze een beetje krom getrokken. Dat betekent dus dat ze goed aan het drogen zijn. Al je tortilla's gewoon even uitleggen. Kijk, zo op deze manier. Dan worden ze wat droger. En dan kan je ze straks veel makkelijker en veel beter krokant frituren. Maar we gaan ook ons eigen gehakt maken. En ik heb geen gehaktmolen, ik heb geen meat grinder, ik heb helemaal niks. Dus we gaan het op twee manieren laten zien hoe je je eigen gehakt kan maken. Eentje is met de keukenmachine en eentje is gewoon met de messie. Hij is super goed
geaderd. Kijk, er zitten allemaal stukken vet in. En dat vet wil je in je gehakt hebben. Dat vet wil je in je gehakt hebben, want dat geeft smaak af. Doe het even een half uurtje in je vriezer. Dan wordt hij een klein beetje harder. En dan kan je het makkelijker verwerken. Dan kan je het makkelijker snijden. Want zacht vlees is super kut om te snijden. De ene helft gaan we zelf snijden en de andere helft gaat in de keukenmachine. Je snijdt gewoon dunne reepjes. Alle stukken vet ook erbij nemen. Allemaal gewoon kant-en-klaar gehakt gehaald. Kijk, dit is je gehakt als je het met de hand snijdt. Kijk, en het is bijna gewoon, ja, je kan er gewoon een hamburger van maken. Kijk, zie je? Oké, nu is het tijd voor de keukenmachine. Je hebt een stuk vlees. Die snij je gewoon even in wat blokjes. Je bevroren vlees, die doe je er allemaal in. En dan ga je hem pulsen. Zet hem nou niet vol aan, want dan krijg je een soort gehakt pasta. En dat moet je niet hebben, we gaan voor gehakt. Dit is ongeveer de dikte die je moet hebben voor je gehakt. Als je het in een keukenmachine doet. En zo zie je dat je thuis ook gewoon je eigen gehakt kan malen. Kijk, we hebben hier ons gehakt uit de keukenmachine. En dan hebben we hier ons gehakt, die hebben we met de hand gedaan. En eigenlijk is er niet zoveel verschil. En nu doe je het gewoon bij elkaar. En dan ga je het een beetje door elkaar heen masseren. Gehakt klaar. We gaan even één uitsnipperen. Even weer 3 teentjes knoflook. Zet je even een pannetje op het vuur. 2 eetlepels olijfolie in de pan. Laat ze even een beetje heet worden. We hebben hier je gesnipperd uitje. Die doe je in de pan. Je zelfgemaakte gehakt. En die ga je erbij doen. Rullen. En dan gewoon lekker een beetje bruin bakken. Dan gaan we 3 teentjes knoflook erbij doen. 1, 2, 3. Worcestersaus. Of zoals op de verpakking staat, Worcestershire saus. 1 eetlepel doen we erbij. Doen we even goed wat peper. Even goed op smaak brengen. Weer 1/2 theelepel zeezout erbij. Kijk. Doe je gewoon lekker hot sauce erbij. Ik heb hier Tabasco Chipotle. Maar je kan gewoon elke hot sauce erbij doen die je lekker vindt. Lekker man. Ongeveer 1 eetlepel. Dit is van het stuk vlees wat we net hebben gemaakt. Gaan we even proeven. Prachtig. Onze tortillas zijn klaar om gefrituurd te worden. Ons gehaktmengsel is klaar. Maar wat gaat er nou meer bij? We gaan een queso maken. Kaassaus. Die gaan we over onze cheeseburger nachos heen gooien. Sauspot met het vuur, vuurtje aan. Zo, kijk. Godverdomme. 1 eetlepel boter. Doen we nog een eetlepel boter. Zo, even boter laten smelten. 2 eetlepels bloem. 1. 2. Hier ga je even goed door elkaar heen roeren. Je moet hem ongeveer 2 minuutjes een beetje in beweging houden, dan is het bloem gaar. Doe je ongeveer 1/2 liter melk erbij. En dan wordt het al wat dikker. En nu gaan we onze kaas erbij doen. 150 gram geraspte cheddar. En die doe je bij je saus. En die ga je een klein beetje er doorheen roeren. Wacht tot al je kaas gesmolten is. Peper erbij. Wit zout. Nu ongeveer 1 eetlepel hot sauce erbij. En jongens. Kaassaus hier hoor. Hey. De frituur is 180 graden. We hebben hier onze chips. Dus we gooien alles erin. Kijk dan. Hupte. Ze gaan ongeveer 2 minuutjes erin. Totdat ze een beetje goudbruin worden. Nou zie je dat ze een beetje crispy zijn. Kijk, je hoort het ook. Goed uitlekken. Ik heb hier een bak met wat keukenpapier. En daar doe je ze in. Kijk, die andere tortilla chips die je net had. Kijk, die heb je hier. Daar doe je een heel klein beetje zout overheen. Zorg je dat ze een klein beetje uit elkaar houdt, dus dat ze niet gaan overlappen, want anders frituren ze niet goed. Goed uitlekken, doe je in een bak. Dit zijn de tortillas uit de zak en dit zijn de tortillas die ik zelf heb gemaakt. En dan hoor je ook aan de crunch. Nou, zo, crunchje. Nu degene die ik gemaakt heb. Hoor je de crunch? Lekker man. We gaan onze eerste laag bouwen en op deze laag gaan we nou wat gehakt doen. Klein beetje gehakt erop. De volgende laag die we op doen is kaas. Klein beetje kaas eroverheen. Lekker wat nachos eroverheen doen. Kijk zo. Dan heb je laatst een beetje kaas eroverheen gedaan. Zet je de oven aan op 180 graden. Ga je ongeveer 12 tot 15 minuten. Ga je deze pan even alle kaas laten smelten. Alles wat hierin zit gaat dan even smelten. Als de kaasras gesmolten is, doen we de rest van onze toppings erop. Het vlees zit erop, de kaas zit erop. We doen zoals ijsbergsla, tomaat, uitje. Alles wat op een cheeseburger zit, gaat ook op onze nachos. En dan? Gaan we lekker eten. IJsbergsla, augurken, uien en tomatenblokjes. Dit zijn onze overige toppings die we zo erop gaan gooien. Onze nachos. Kijk, dan helemaal gesmolten. Dan hebben we hier onze queso. Kijk. Oh. Klein beetje IJsbergsla eroverheen. Fijn gemaakte uitjes doen we eroverheen. En hier wat tomatenblokjes.
doen we er ook overheen. Gesmolten kaas doen we zo nog. Oh. Hebben we nog een klein beetje gehakt? Doen we er overheen. En hier nog wat augurkjes. En op een cheeseburger zit natuurlijk altijd een beetje ketchup. We hebben hier een klein beetje mosterd en dat doen we ook zo. Kijk dan. Klein beetje mosterd eroverheen. Zo, een paar chippies douwen we erbij. Een cheeseburger nacho voor jullie, alsjeblieft. Het ziet er niet uit, maar volgens mij is het fucking lekker. Het ruikt in ieder geval wel naar een cheeseburger. Dit is één bonk diabetes. Een beetje gehakt, een beetje ijsbergsla, queso. We hebben onze kaassaus. Oh my god. Cheeseburger per nacho. Zuurtje erbij. De kaassaus maakt het helemaal af. De kaassaus is de verbindende factor in dit gerecht. Als ik deze kaassaus proef, denk mijn zieltje, ik ga lekker in mijn bedje liggen. Deze kaassaus is het dekentje over mijn ziel heen. Min nachos, su nachos. Speciaal voor jullie cheeseburger nachos, jongens. Eet smakelijk. Lekker man.